Hallo, dat is bij de tweede aflevering van de Chilling Rain. Hoe noem je dat? Kaart, pools, dingen. Ik heb even de internet letterlijk leeggekocht. Dit was de laatste Chilling Rain product, hè. Met drie losse boosters. Nou, ben ik niet zo van de losse boosters kopen uit een boosterbox. Want de kans dat een rainbow erin zit, is vrij klein. Maar goed, ik dacht van, weet je, fuck it. Drie pack blisters. En dus, nou ja. Deze, we zullen even kijken. Voorzichtig openen. Even dit alvast scheiden. Zo moet hij eruit, ja. Even altijd twijfelen hoe hem eruit halen. De codekaart. Dan is het 1, 2, 3, 4 naar voren. En we beginnen met een fighting energy. De dokter. Vraag niet welke dokter dat is. Oeh, deze is wel vet. De Crabonimal D in elk geval. De Rocked Helmet. De Sphiel. Ik weet niet, ik ben echt onder de indruk van deze art. Ik vind het echt hele vette art. Misschien wel vetter. Weet je, ik durf het bijna te zeggen. Misschien wel vetter dan Vivid Voltage. Yen Mask. Tundaras. Oeh, die is vet om reverse te hebben. En. Oeh, wow, een Metagross V. Die gaan we gelijk even sleeven. En. Vloep. Nou, dat is mooi. Dat is toch een hit uit een random booster box. Die kans is altijd klein. Dat er maar een x aantal in zitten, natuurlijk. Waar is het andere papiertje nou? Hier. De codekaart voor jullie. Dus, oh, ik doe het fout. 1, 2, 3, 4. De energy. Wacht, laat ik het gelijk even gaan scheiden. Waar is die andere energy? Daar. Oké, dan gaan we verder met Peony. Peony. Oeh, een drizzle. De Sobble had ik ook al, dus nu hoef ik alleen nog maar de Intellion. Ja, dan nog alles reverse hoor. Rockruff, ook hele schattige art. Inkay. Larvesta. Diglett. Furfru. Oeh, de reverse Sobble, heel cool. En we hebben een Zapstrika als de rare. En de laatste pack. Oh. Ik maak hem verkeerd open, maar dat maakt niet uit. De codekaart. Dan doen we 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan is als goed is dit de energy. Yes. Dan beginnen we met Ralts. Een Aaron. Hatena. Castform. Clubbopus. Fog Crystal. Twacky. Zitten hier alle starters in? Ik denk dat hier alle starters dan in zitten. Dat is wel vet. Avery, Justified Gloves, oh dat is al de reverse, Justified Gloves is de reverse, en dan hebben we Tsirine, wauw, die hebben we in elk geval als de rare, dat is geen holo helaas, maar dat maakt niet uit, want we hebben nog 2-3 pack blisters te openen. Even kijken, de munt is weer een Rayquaza. Oh, hallo. Nou. Kijk, oh. Ah, hij focust niet echt. Hij wil niet focussen op de munt. Het is een Rayquaza, geloof me maar. De codekaart van de 3-pack Snorlax en de promo. Plastic. Zullen we deze anders ook gelijk even openen? Nee, doe maar niet, want dan weten we in elk geval of ook hier elke blister pack een hit heeft. Want de vorige keer was dat wel zo in de Vivid Voltage. Was dat in elk geval wel zo. Ga even kijken of we dat kunnen voortzetten. Dat zou wel vet zijn. We beginnen met de codekaart. Dan is het 1, 2, 3, 4 naar voren. We beginnen met een energy. Spiral Energy.
Dyna Threehill, Steenie, een Blitzel, een Kapfu, Shuppet, Scorbunny met nog steeds hele geinige art, kan je niks van zeggen, Diglett, de Reverse Holo is een Passimian, met een Sobble, dat is wel een leuke art hoor, wat fruit, is het een rare dan? Ja, dit is een rare vandaan. En, oh, het voelde alsof hier nog twee kaarten achter zaten. Maar. Een Ampharos als de regular rare. Ook heel vet, hè? Hele geinige art. Kan je niks van zeggen, jongens. Echt, ik ben echt nu al verliefd op deze set. Ik denk dat ik hier misschien ook wel een master set of in elk geval een groot deel die kant op wil gaan sparen. Oh, doe ik het fout? Nou ja, dan doen we gewoon... maakt niet uit, joh. 1, 2... Dus hier 4. Ik heb ook een beetje vandaag last van mijn handen. Misschien zien jullie het. Dat ik daarom zo moeilijk doe. Een Energy. Echoing Horn. Twacky. Porygon 2. Maar omdat het van de week dus heel warm was. Vorige week, deze upload ik vrijdag volgens mij. Vorige week was het heel warm. En nu is het weer aan het regenen en zo. Dus ik kan amper die kaarten vasthouden. Doe Reverse Holo Grookey. Kijk, dan vind ik ook wel geinig. En een... Abomasnow Regular Rare. Nou, gaan we dus nu een ding krijgen zonder hit? Alweer. Dat zou toch niet? Oh, kijk dan. Ik doe het gelijk al fout. Oké, 1, 2, 3, 4. We gaan sowieso een hit krijgen dus. Water Energy. Clara. Celio. Brawly. Dat is volgens mij een Ruby Sapphire Emerald Gym Leader. Dacht ik. Dacht ik, weet ik niet zeker. Een Aaron. Een Scorbunny. Een Grookey. Kom op, laat Sobble er ook in zitten. Dan is het echt het perfecte pakkie. Nope. Scovet. De reverse is een Galarian Slowpoke. En de hit is... Dit is een Full Art Celebi. What? Is dat een Full Art Celebi? Wel vet off-centered. Kijk dan hoe vet. Wat? Oké, volgens mij is dit... Ik weet het niet zeker, maar... Wacht, ik kan er wel achter komen. Moet ik even kijken. Zoek eens even een... trainerkaart op. Ik heb hier een 145 als trainerkaart. Ja, dit is sowieso een full art. Hij komt na de trainerkaarten. Mijn eerste full art uit de Chilling Rain serie. Kijk dan hoe vet. Heel erg zwaar off-center. Kun je dat zien? Maar hier is die rand super dik. En hier is hij dan weer vrij dun. Heel vet. Heel vet. Wauw. Oké. Okay. Daar ben ik wel echt tevreden mee. Volgens mij Celebi is meestal ook zo in van... Ja, die zal dan wat duurdere kaart zijn. Omdat hij wat... Nou ja, het is een legendary Pokémon. En mensen vinden Celebi leuk. En daar, hier ben ik echt wel blij mee. Met een full art Celebi. En dat hij dan een beetje off-centered is, die maakt me dan ook niet meer uit. Weet je, ik heb hem. En daar gaat het om. Codekaart, alsjeblieft. De promo, maar die heb ik al vaker laten zien. Nog hierbij. Oh, de munt zal ik nog even uithalen. Voordat ik alles weg, donderstraal. En ik heb de munt er niet uit. En dan hebben we 3 packs. Wauw, ik ben echt onder de indruk van die Celebi. Ik vind hem echt heel tof. Ja, ik moet even zo doen dat ze een beetje op gelijke hoogte zitten. Dat ik niks kapot knip. Ik heb er eentje niet. Kutzooi. Ik heb 2 niet. Ah! Ik heb misschien ook zo 1 van 1 gewoon gaan knippen. Oh, wacht. Die is zo open. En deze. Oh, die krijg ik ook wel open zo. We beginnen met deze. Ja. Deze kant openmaken. Nou. Een codekaart van Chilling Rain. 1, 2, 3, 4. En we beginnen met een Energy. En dan hebben we Seabolt. Drizzle. Drizzle is het eigenlijk, denk ik. Honey. Bounsweet. Ik vind het echt zo leuk in deze set hoeveel referenties naar de games worden gemaakt. Maar dat gebeurde trouwens in Battlestars had je ook een paar. Maar dat vind ik gewoon leuk. Vind ik gewoon leuk, weet je.
De Kecleon is een reverse holo. Volgens mij is dat ook een rare trouwens. Ja, die heb ik ook nog niet als rare, maar ik weet toevallig dat het zo is. Kijk, allerlei verschillende Kecleons. Deze art vind ik ook zo geweldig, jongens. En dan hebben we nog een Abomasnow. Oké, die weg. En een codekaart. 1, 2, 3, 4 naar voren. En we beginnen met een Psychic Energy. Path Through the Peak. De enige vette Kakuna kaart ooit. Ik weet ook niet precies wat er gebeurt hier hoor, maar... De aanval is stiffen, maar daar heb ik soms ook wel eens last van. Steffi, kom op. He, je bent beter dan dit. Caitlyn. Oeh, Heracross. Een van mijn favoriete bug-Pokémon. Ik vind Heracross echt een hele vette Pokémon. Porygon. Galarian Surfetched. En Deli... Oh, ik dacht even dat ik een randje zag. Maar dat valt weer tegen. Koffing. De Reverse Holo is een Diglett. En de Rare is een Aggron. Heel cool. Heel cool. Ook van die coole art. Jongens. Dit is toch ook een feest om naar te kijken. Om onze ogen op te mogen schijnen. De codekaart. 1, 2, 3. Doen we wel weer even zo. De energie. Gaan we nog even een vette kaart poelen? Of is dit weer een dood packing? Hoe heet het? 3-pack blister. Nou ja, goed, weet je, ik heb nu twee Heracrossen. Dat is, oh, die Quiffish hadden we trouwens ook nog niet eerder gezien, volgens mij. Of wel? Heel cool, heel cool. Castform. Weedle. Ah, dat vind ik ook coole aard. Ik ben benieuwd hoe Beedrill eruit ziet. Even kijken, hier, nu komt de Reverse. Dat is een Tsarina. En nu hebben wij, dat is de laatste kaart. Het is geen... Is het een holo? Het is ook geen holo. Het is een Spiritomb Regular Rare. Ja, wel cool. Wel een coole Spiritomb. Daar kan je niks van zeggen, jongens. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Zeg ik het goed? Ik zeg het goed. Ik zal even één keer die vette Celebi laten zien. Jongen, kijk dan. Heel cool. Maar ik wil jullie wel echt bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie volgende week... Weer te zien als we weer wat Chilling Rain gaan openen. Als het goed is, is er nog een boosterboxie onderweg. Nee, geen boosterbox. Een Elite Trainerbox is onderweg. En we hebben nog een... die video met Ruud. Die komt dan ook ergens. Of volgende week of die week daarna. Ik wil jullie in elk geval een fijn weekend toewensen. En ik hoop jullie... Volgende week weer te zien. Of nou, in elk geval eerder. Want Vivid Voltage doe ik nog steeds op woensdag. En dan nu Chilling Rain op vrijdag. Peace.